mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Wow, het regent! Ik weet niet waarom ik dat zo spannend vond, maar ik had het gewoon niet verwacht. Oh nee, wacht. Toch wel! Ik ben 21, maar ik weet bijna zeker dat de afgelopen zomer was de kutste zomer ooit. Qua weer dan, hè. Klimaat was niet prettig, het was niet op en top. Dank u. Genoeg over het weer. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin en zoals ik al zei, vandaag ga ik weer iets doen. Ik heb al een video gemaakt waarin ik aan het licht breng dat bepaalde YouTubers niet helemaal zo zijn als dat ze claimen te zijn. Nou, een voorbeeldje was bijvoorbeeld Dionne of zo. Weet je, Dionne? Dionne is, ja. Ik voel me net een tovenaar zo. Ik heb fucking mooie tovenaar kleding. En toen ik dat had gedaan, kwam ik er ook achter dat er nogal een aantal rappers zijn die ook niet helemaal, nee hoor. Zal ik weer onder u schoon? Ik had alleen coin kunnen melken. Jezus man. Nou, mijn pa wordt zeker helemaal alleen stal schoonmaken. En het zat er natuurlijk aan te komen. Het is weer zover. I'ma do it again, man. Ik heb nog wat rauwe beelden kunnen vinden van een aantal YouTubers. Waarvan ik zeker weet dat jullie het nog nooit hebben gezien. Maar van ik ben. What? Ik vind praten soms gewoon echt moeilijk, man, broertje. Echt waar. Lang van kort, het is tijd om YouTubers met voiceovers. De eerste YouTubers waarvan jullie misschien wel verwacht hadden dat ik ze. Oké, super gaande. Ik kwam erachter dat die jongens in een bepaalde aflevering die nooit online is gekomen, helaas. Maar QC en Nessim zijn op zoek gegaan naar hun vaders. De vaders van Nessim en QC zijn weggelopen bij de geboorte. Ze hebben nooit een vader gekend. Maar toch hebben Nessim en QC de opdracht op zich genomen om hun vaders te gaan zoeken. En dat doen ze in deze video. Ja, weet je, ik kan niks anders zeggen dan what up? Yes, what up guys, mijn naam is QC. Mijn naam is Nessim en welkom bij de eerste aflevering van Help, mijn vader is Footsie. Yo, heb jij ooit jouw papa ontmoet? Ja, ik ben iemand, maar vast wel een keertje, maar ik weet... Je vergeet je accent, man, bro. Dat doe je nou altijd. We moeten wel als gangsterboys klinken, weet toch? Oh ja, daar heb je wel gelijk in. Niet ABN praten, je was vergeten. Anders kijken er straks alleen nog maar blanke mensen. Oké, okay, we gaan door. Help, mijn vader is Footsie. Wat gaan we doen? We gaan onze vaders zoeken in Nederland. We hebben beide onze vaders nog nooit ontmoet. Ik wil wel weten hoe mijn papa eruit ziet. Hé, hey, man, bro, dat was mijn tekst. Kijk, Q, hij zou hier kunnen zijn. Oké. Okay. Zie je wat ik doe? Zo. Ja. Hij is hier of hier? Ik weet het eigenlijk niet, bro. Ik kan geen kaart lezen, man, bro. Ik snap het niet. Hé, ben jij mijn vader? Je bent wel een brede guy, toch? Nee. Sorry. Oh. Hey, ben jij ook niet mijn vader? Nee. Weet je zeker? Wel, man, bro. Je lijkt op mij. Ik ben nog maagd, dus dat kan helemaal niet. Jesus fuck. Heb je nog nooit pussy gepakt? Ja, ik heb toch wel een keertje een meisje tussen de beentjes mogen voelen, dus... Deze man heeft sowieso 3 kinderen. Vraag deze oude guy of hij je vader is. Fuck aan meneer, ben jij... Oh, godverdomme. Hey, fuck aan meneer. Heeft u ooit seks gehad met een Turkse vrouw? Hey, Nessim, ik zweer jou, man, bro. Volgens mij zag ik mijn papa ergens hierboven. Wacht even, laat me even... Of hij even ergens hier. Ik zweer het, ik zag een guy die koude wil op mijn leek. Hey, papa, ik kom eraan. We zijn nu al 4 uur bezig. Fuck mijn vader, man, bro. Ga even mijn linkerhand uitsteken. Is geen schatdoemen. Dit is echt moeilijk, bro. Ik weet dat idee. Wacht. Wat? Die guy daar in de verte. Ik zeg je eerlijk, hij lijkt koud op Willem mee. Meneer en mevrouw, kennen jullie toevallig een grote Kaapverdiaanse man van rond de 60? Ah joh, hou je bek, kut Marokkaan. Ik heb gehoord dat jouw poep... Ja, mijn poep. ...is zeg maar zo biggie. Sowieso, maar even. Wij gaan onze vaders nooit meer vinden, Nes. Dus we kunnen nog maar 1 ding doen, toch? Oh, we gaan een diss track maken. Ja, man, bro. Fuck jou, papa. Fuck jou. Je weet toch dat ik wil dat je nooit meer zo wou. We zoeken nu al 3, 4, 5 weken. Dus denk even na als je dikkere mama steekt. Oh, wat jammer. Wat spijtig voor de boys van Super. Het is echt heel spijtig. Wat, ja, echt jammer gewoon. Ik had het jullie gegund, boys. Ik had jullie toch gegund om jullie papa's te vinden, man, broertje. Maar nee, hoor. Het is moeilijk, man. Het is serieus moeilijk, man, bro. Om die vadertjes te vinden en zo op de aarde. Ja, je bent toch... Het is moeilijk, man. I don't fucking know what I'm doing, boy. I don't even fucking know what I'm doing. But I'm doing it good, boy. De volgende YouTuber waarvan ik erachter kwam dat hij toch iets niet helemaal zo is als dat de meeste mensen denken, is Gio. Gio, my man, my boy. Gio, Funny Latoy. You my man, boy. You my bro. We've been in this game forever, man. Oké, nog niet. Nog niet zo lang. Maar we kennen elkaar. Leuk. Hm? En misschien heb je meegekregen dat Gio en Jultje niet meer samen zijn. Dat is al oud nieuws. Ik weet het. Maar goed, ik zal het maar nog één keertje zeggen. Gio en Jultje zijn helaas niet meer samen. En dat is spijtig. Het is altijd jammer. Het is altijd jammer als je relatie overgaat. Maar ik ben ergens achter gekomen. Het is echt niet oké. Het is heftig. Het is zeer heftig. Jultje is niet wie je denkt dat ze is. Of moet ik zeggen wie hij denkt dat hij is. Kijk maar even mee. Dus dit is waarschijnlijk de moeilijkste video die ik ooit ga maken. Tenminste van sowieso de laatste tijd. Au! Ik wilde niet huilen. Oké, maar afgelopen week is er dus wat gebeurd. Fuck it. Ik ga het gewoon zeggen. Ik weet het. Ah, lekker scheetje. Het is over tussen Jules en mij. Het bleek dat ze
zo'n grote pik had. Jeltje bleek gewoon een kerel te zijn. Ze is een vent. Met een penis met allemaal haar erover. Maar het is heel moeilijk om erover te praten, want ze heeft echt een grote pik. We hebben wel eens seks gehad op een bed. Maar ze wou me altijd blinddoeken. En daarom heb ik dus nooit iets gezien. Maar ik deed gewoon een keertje de blinddoek af. En toen zag ik dat ze geen meisje was. Eerst dacht ik nog, ik verbeeld het me waarschijnlijk zo. Want het zit gewoon tussen mijn oren. Het zit gewoon in mijn hoofd. Maar toen ik op bed lag naast Jultje, ben ik stiekem terug gaan kijken naar de video's samen met Jultje. Het is best lastig om daarop terug te kijken. Maar ik ga het jullie gewoon laten zien. Hier is het. Kijk zelf maar. Ben ik ook een fucking begon? Gio is mega leuk. Ja, hij heeft van die mooie grote handen. Gio, ik wil zo graag bier drinken en voetbal kijken. Spannend. Oh, nee. Oh, nee. Ik vind het zo'n mooie kroon, hè. Wie zou zichzelf eerder voordoen als iemand van het andere geslacht? Echt? Ja. Zeg je echt jezelf? Grapje. Nee, man, broer. Jultje is geen papa, man. Jultje is geen papa. Wat spijtig, zeg. Dit had ik nooit van mijn leven verwacht. Never. Jultje is een man? Damn. Volgende YouTuber, of moet ik zeggen, YouTubester. You know. Van een vrouwelijke YouTuber. Ik weet niet waarom ik dat... Marije Zuurveld. Marije, als je kijkt, I love you. You're a pretty woman. You got the YouTube game under control. You got it, girl. Maar er is één puntje van Marije haar video's. Of eigenlijk Marije haar leven. Oké, even hier. What's up met die hele Marije Jeroen van Holland Fijn? What's up daarmee? Krijgt mij er zelf stil van. Ik word zelfs sprakeloos van die shit. En waar Jeroen en dan en Marije en dan vrienden, maar dan samen en dan maar toch weer niet, maar ook niet vrienden. Ik loop al heel lang met die vraag rond. Dus ik ging even in het archief van YouTube kijken. Toen kwam ik een video tegen waarin eigenlijk alles duidelijk wordt. Alles wordt duidelijk over de relatie tussen Jeroen en Marije. Want stiekem is Marije wel een tering veel verliefd op Jeroen. En in deze video gaat ze tegen hem vertellen. Nou, vandaag is de dag. Ik ga Jeroen verkering vragen. Hey! Jeroen, ik was even bezig. Maar Jeroen, ik wil je iets vragen als dat mag. Wij zijn trouwens alleen maar vrienden. Even als iedereen denkt dat we verliefd zijn, dat is niet waar. Nou, dat is dus even waar ik het met je over zou willen hebben. Want jij en ik, wij kunnen... Is totaal geen friendzone. Nou Jeroen, we hebben wel eens gezoend op het strand. Hand in hand. En toen dacht... Dat is echt niet waar. Jawel Jeroen, dat weet je zelf ook wel. Maar dan kun je wel doen alsof het niet zo is. Maar... Je bent gewoon de liefde van mijn leven. Ja, maar... ja. Het is wel echt zo. Dus geen grapjes meer. Jeroen, ik ga het je nog één keer vragen. Wil je misschien verkering met mij? Nee. Ik ben heel erg boos nu. Ik ben gewoon verliefd op je, Jeroen. En je wil gewoon niet naar me luisteren. Nou, je maakt toch een grapje. Wil je geen orgie met mij? Oh, kijk, wat heb je mooie plint in je hand. Mooi. Wil je verkering? Nou, Marije, hou op. Moet ik je voor je bakken slaan? Nee, Jeroen, please. Kom hier, ik trek die haar uit je kop. Ah, ik vind het eigenlijk wel prettig. Ik ben in de IKEA. En kijk, dit is een papier. En ik ga eventjes op zoek naar iemand die op Jeroen lijkt, zodat ik toch nog een beetje verkering heb met hem. Oh meneer, mag ik jou misschien iets vragen? Jij lijkt wel een beetje op Jeroen en ik dacht misschien ben jij nog... Oh, lekker. Ben jij nog single? Ja, nee. Wil je verkering met mij? Yes! Nou mensen, ik heb dus mijn eigen Jeroen lookalike gevonden. Ik weet nog niet hoe die heet, maar hij is wel verdomme handig. En ik noem hem Jeroen 2.0. Jazeker, ik ben Jeroen 2.0 en ik heb geen mening. Dus, ik hoorde dat Marije een vriendje heeft. Nou, dat boeit me niks hoor. Echt niet hoor. Ik bedoel, ik kan... Marije, waarom doe je me dit aan? Ja, je weet pas wat je hebt als je het mist, hè. Marije, waar ben je nou? Marije, ik hou van jou! Wow! Nou, ik ga maar even de meest obvious ooit zeggen. Ja, nee, dit was allemaal voiceovers, het was allemaal nep en het is allemaal grap. Nee, hey, de groetjes, abonneer mijn kanaal en dan zie ik je later weer. Hoi! Oh, yeah.